zie je een mute knop. Want die geen geluid, maar ik denk dat het daarvoor is. Gewoon een soort... Ja. Dus. Dus ik denk dat... Wow! Wat is er? Oh mijn god! Dit is Bedweters, de seksquiz waarbij Spanta en ik de strijd aangaan om de felbegeerde winst. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, kom erop. Heb je thuis nog geoefend? Ik heb drie weken lang gestudeerd, alles. Alles gedaan, ja. Alles, ik heb het altijd gedaan, dus we gaan het zien. Vandaag gaan wij erachter komen wat is de populairste seksuele fantasie. Dus blijf vooral kijken. Een man kan meerdere orgasmes na elkaar krijgen zonder pauze te nemen. Er zal vast iemand zijn die dat, ik denk dat dat kan. Dus waar? Ja. Klopt. Sommige mannen zijn hiertoe in staat zonder een zaadlozing. En sommige mannen kunnen zelfs meerdere zaadlozingen achter elkaar krijgen. Hiervoor moet de zogenaamde PC-spier, de pygociagiaal, getraind worden. Deze spier loopt vanaf de anus onder het bekken door tot aan je penis. Het is dezelfde spier waarmee je gecontroleerd kunt plassen. Ook kun je met deze spier in geval van een erectie je penis laten opspringen. Dus zeg maar dat je dat... Probeer thuis mee. Probeer thuis, oefen je PC-spier. Met een vrijpartij van een half uur verbrand je evenveel als een half uur snel wandelen of gewicht heffen. Nee, maar ik denk het niet. Je doet allebei heel veel. Nee, ik denk het niet. Want dat is niet te vergelijken met elkaar, snel wandelen en... Of ja, trouwens, seks is wel heel intensief. Ik denk dat het waar is. Met snel wandelen. Het is waar. Ja. Met een vrijpartij van een half uur verbrand je afhankelijk van de intensiteit tussen de 150 en 350 calorieën. Dit staat gelijk aan een half uur snel wandelen of gewicht heffen. Vrouwen krijgen sneller een blaasontsteking door seks dan hun mannelijke partner. Ja. Waar? Ja, dat is waar. Ja. Dat klopt. En van anaal naar vaginaal, toch? Dat is toch waar vrouwen dat, gehoord van vriendinnen. Zou kunnen, ik heb geen idee. Waar of niet waar? Meeste mensen zoenen met de neus naar links ten opzichte van de neus van de partner. Ja, volgens mij wel. Wacht. Als de partner, dan doen wij hem naar links. Links. Ja, je eigen neus naar links, dus dan ga je zo... Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Klopt dat? Ja, dat want klopt. Ik doe altijd zo. Dus ja, zo. 7 van de 10 mensen zoent met de neus naar rechts. Waaronder wij dan waarschijnlijk, ja. Volgende vraag, waar of niet waar? Seks nadat je een hartinfarct gehad hebt, is niet medisch verantwoord. Dus niet per se wanneer je hem een uur geleden hebt gehad, maar gewoon je hebt ooit een hartinfarct gehad. Nou, dat... Nee, ik denk niet dat dat... Dat uitmaakt. Oké, dus het is niet waar. Ja. Oké, dat klopt. En dat is omdat veel mensen zijn bang om te vrijen na een hartinfarct of hebben er eenvoudigweg geen zin in. Het is daar een kwestie van langzaam weer opbouwen, waarbij je op diverse manieren van elkaar kunt genieten en intiem kunt zijn. Voor jou de laatste waarom niet waar. Een tampon kan ook als voorbehoedsmiddel dienen. Denk het wel, want dat tampon zit er dan voor en dan het sperma wordt er opgenomen door het tampon. Zelfs met het bloed. Maar het is voor mij niet een hele slimme, maar ik denk dat het kan. Als we het hebben over kunnen, denk ik dat het kan. Het is niet waar. Niet waar. Een tampon kan er alleen voor zorgen dat de penis niet al te ver in de vagina dringt. Ja. Een tampon sluit de baarmoedermond echter niet af, zodat de zaadcellen toch een weg naar de baarmoeder kunnen vinden en zo voor de bevruchting kunnen zorgen. De waar-niet-waar vragen hebben we gehad. De tussenstand is 3-2, hè? 3-2, ja. 3-2. We hebben nog een ronde en dat zijn de meerkeuzevragen. Hoe vaak komt een gezonde man gemiddeld klaar in zijn leven? Hoe vaak in zijn leven komt hij klaar? Ja, ik zou dan voor C gaan. Dat is fout. Het is D, tussen de 6.000 en 8.000 keer. Het is namelijk gemiddeld komt een man ongeveer 7200 keer klaar in zijn leven. 7200 keer. Volgende vraag. In welk jaar werd de eerste commerciële advertentie voor een draagbare elektrische vibrator geplaatst? Ik denk 1985, C. Dat is niet waar, 1918. De eerste advertentie werd in 1918 geplaatst in de Sears Catalogus USA. Dit was 10 jaar voor het elektrische strijkijzer en 9 jaar voor de eerste advertentie voor een stofzuiger. Zie maar wat belangrijker is, hè? Zie maar wat belangrijker is, inderdaad. Wat is autofellatio? A. Zelfpijniging. B. Zelfbevrediging. C. Zelfkennis. Of D. Jezelf pijpen. Ik denk het enige wat niet raar was, dus die ene van zelfkennis. Nee, dat is niet goed. Nee? Nee, het is D, jezelf pijpen. Zelf pijpen is ja. Autofilo... Wat? Autofilatio. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Autofilatio. Het was geprobeerd? Nee. Nee? Nee. Of ja, nou, een soort van, maar al snel merk je dat het niet kan. Dus ja, je bent niet even genoeg. Nee.
Hoe wordt overmatige geslachtsdrift bij een man genoemd? C, denk ik. Saliromani? Niet waar. Het antwoord is A, satiromani. Het is dan zo dat de seksuele drang, oftewel libido, van zo'n man sterker is ontwikkeld dan in de samenleving als normaal of acceptabel wordt gezien. Dus je bent eigenlijk te geld voor de samenleving. Oké. Okay. Wat is het best verkopende erotische product wereldwijd? Glijmiddel. Klopt. Ja. Ja. Het glijmiddel heb je niet altijd een speeltje voor, dan kan je ook gewoon zonder een speeltje nog gewoon met seks. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, volgende vraag. Wat is de populairste seksuele fantasie? Ik denk seks in het openbaar. Is dat seks A? In het openbaar? Dat is A. Ja. Ja? Dat is niet waar. Ja. De grootste populaire fantasie, seksueel, is een trio. Uit onderzoek gaf maar liefst 89% van de mensen aan gefascineerd te zijn over een menage à trios. 89% van de mensen. Heel veel van jullie ouders. Willen een trio. Oké. Okay. Ja. Menage à trios. Nu komt de finale. Dan gaan we kijken wie de prijs gaat winnen. We gaan naar de laatste categorie. Dus dit is alles bepalend. Ja, de finale. Finale. Is daar een box met een speeltje erin? Ja. En jij moet gaan raden waarvoor het dient. Huh? Oké. Okay. Het lijkt wel een... Batterij of een tandenborstel, weet je wel. Ja, of een luchtverfrisser die dan in zo'n wc hangt. Ook. Ja. Zo'n automatische... Oké, okay. Oh, komt het geluid ook uit. Hoe gaat die aan? Ik denk dat je hier gewoon je penis in doet. En dan kan je hem zo doen. En dan dit trilt dan misschien. Of maakt geluiden of bewegingen. Want ik zie een mute knop. Dat hij geen geluid maakt. Ik denk dat het daarvoor is. Gewoon een soort... What the fuck? Ja. Dus. Dus ik denk dat... Wow! Wat is er? Oh mijn god! Wow! Ja, ik weet, dat is het inderdaad. Dus het is voor je penis. En als je penis er langs gaat hier... Ja. Ja? Mag ik... Ja, dat denk ik. Wow, hij gaat zijn stem als ik in het gat ga. Ja. Ik denk dat het een soort van penisstimulatie is. De Arcwave Ion is werelds eerste masturbator die op luchtdruk werkt en dus speciaal ontwikkeld is voor het mannelijk lichaam. Maar had ik hem dan goed of had ik hem niet goed? Ik kan hem wel goed, ja. Ja? Ja, ja. Oké, okay, top. Nice. Okay, dan is het nu jouw beurt om te raden wat in de doos zit, waarvoor het is. Als je hem goed hebt, staat het gelijk, hè? Dus ik hoop voor jou dat je hem niet raadt. Oké. Succes! Ik... Lijkt op een douchekop. Ja. Het is een lekker douche. Ik denk dat het wel voor een vrouw is. Voor het stimuleren van de clitoris, denk ik. Dat denk ik. Dat is je antwoord. Nou, dit is de Silken Tytra. Oh ja. De Silken Tytra is ontwikkeld om onzekerheden over je vagina weg te nemen. Het zorgt ervoor dat je intieme zone er beter uitziet en je meer kunt genieten van intimiteit met je partner. Daarnaast voorkomt het licht urineverlies. Dus ik heb geen idee hoe of wat dit moet doen, maar... Nou, hij is niet goed. Je had hem niet goed, dat betekent dat... Ik denk dat jij de winnaar bent. Ik de winnaar ben. Dankjewel. Top! Ja, ik ben heel benieuwd naar jouw prijs. Ja, dat was ook heel moeilijk hoor. Dit was echt dit was wel hard. Lijkt op een douchekop, lijkt op van alles. Ja, dit is heel gek. Ja. Oké. Okay. Klats. Kijk eens aan. Dit is hem dan. Top. Kijk eens aan. De gouden dildo. Oh, en hij gaat aan. Kijk. Oh ja. Tataan. Kijk. Oh. Voelt best lekker. Heftig. Dat was hem dan. Dit was Bedweters. Vliezer, terechte winnaar. Vond je deze video nou leuk? Laat dan een duimpje achter. En laat in de comments weten hoeveel vragen jij nou goed had. Daar zijn we heel erg benieuwd naar. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Bye.